Vandaag reis ik af naar Rome, waar ik met mijn familie aan boord ga stappen van een groot cruiseschip, de MS Veendam. Er staat een cruise op de planning langs allerlei steden langs de Middellandse Zee. Ahoy, welkom aan boord van de Veendam. Het is een schip van de Holland-Amerika-lijn. Deze week cruisen wij namelijk vanaf Rome naar Venetië en we stoppen onderweg langs bij Corfu, Dubrovnik, Montenegro, Split en San Marino. Manon is jarig, maar er moet zacht gezongen worden omdat de baby's slapen. Good morning, dag 2. We varen nu precies tussen Sicilië en volgens mij Puglia, het meest zuidelijke deel van Mainland Italië, door. Het is echt prachtig en echt best wel contrast. Aan de ene kant is echt witte stranden en blauw water. Aan de andere kant is veel ruiger en groener en bergachtiger. De eerste bestemming is Corfu, een van de grootste Griekse eilanden, net voor de kust van Griekenland en Albanië. We huren vandaag een scooter om het eiland te verkennen. Oh, het is heel mooi onderweg. Echt heel woest en groen. Kijk. Wow. Wow. Het is echt vet, maar ook vet eng. Nog even wat meer info. Dit is dus Cape Drastis. Echt de noordwestkaap van Corfu. Grieks eiland. Ligt voor de kust van Albanië. Het is volgens mij het op één na grootste eiland van Griekenland. Het grootste eiland is Kreta. En ja, het lijkt een beetje op Albanië volgens mij. Waar Sarah vorig jaar is geweest. Er komt nu even een vlog in beeld. Daar voor ons zie je dus ook Albanië al liggen. Oh, Pythagiro! We zijn net terug in het hoofdstadje, Kerkira. Het is UNESCO Werelderfgoed. Kijk even, ja. Dit is gewoon, dit is de verhouding. En ik heb nog grote handen. Het is vandaag woensdag en we vieren het 55-jarig huwelijk van mijn opa en oma vandaag. En dat doen we in Dubrovnik, Kroatië. De derde stop van de cruise is Dubrovnik, een stad in Kroatië. De stad is vooral bekend geworden de laatste jaren door de serie Game of Thrones, waar heel veel delen van de film zijn opgenomen of waar de locaties op zijn gebaseerd. Er wonen dus maar 50.000 mensen in Dubrovnik. Ik dacht dat het veel groter was, omdat je er veel over hoort. Maar dat is dus vooral doordat het zo mooi is en doordat het zo gehyped is door Game of Thrones. Dus ik verwacht ook veel toeristen vandaag. De citywalls die slaan we even over, want het is 200 Kroatische munteenheid, dus dat is bijna 30 euro per persoon om over de citywall te lopen. Dus ga toch maar even zelf op pad. Het bruidspaar. 1 en 2. We gaan eten bij een heel lekker restaurant met view. Het is het enige rooftop restaurant in Dubrovnik en het heeft een Michelinster.
leuke ervaring bij Above 5. Super goed eten, echt super service. En natuurlijk echt een mega view. Aanraden. Vandaag stoppen we in Kotor, een stadje aan de kust van Montenegro. Kotor ligt in een prachtig fjord, dus het duurde even om hier te komen. Net als in Dubrovnik vind je hier prachtige stadsmuren die heel erg oud zijn. Daar gaan we heen, het fort van Kotor. Aanraden. Het duurde ongeveer een half uur, maar dan stap je wel stevig door. Dus trek er zeker een uur voor uit als je heen en terug wilt natuurlijk. Waar gaan we heen? Naar Split! Bye! Split! De vijfde stop is Split, een andere stad in Kroatië. Split staat wel even op de kaart qua toerisme en dat is ook te merken. Yo, we zijn in Split! Split! Weer even klimmen, maar dan heb je weer iets. Viewpoint over Split vanuit het Marjan Park. We hebben jullie besloten dat we Split tot nu toe toch het minste vinden. Het is wel mooi, maar toch het allermeest toeristisch. Echt gevestigd toerisme. En ja, dat is dan toch minder. En ja, misschien ook door het weer. En de andere drie dingen waren gewoon echt heel leuk. Dat kan het ook zijn. Vandaag stoppen we in Ravenna, een plaatsje aan de oostkust van Italië in de regio Emilio-Romagna. Ik pak hier de bus naar San Marino, een klein landstaatje. Welkom in San Marino, een nieuw land, een nieuwe dag en ik neem jullie weer mee. Het is hier best wel hoog, kijk. Zo lijkt het rustig, maar in werkelijkheid... Er staan hier uiteraard wat mensen. We kijken nu de kasteeltjes van San Marino. Dus er zijn drie bekende torens die nog echt super mooi zijn. En wat natuurlijk echt een fantastisch uitzicht oplevert. Het is altijd mooi met toeristische plekken. Dat als je dan even wat verder loopt. Zoals nu, we zijn bij de derde toren. Dan is er dus echt helemaal niemand. Vandaag komen we aan in Venetië, de laatste stop van de cruise. De cruise zit erop, maar mijn vriend en ik blijven nog één nachtje om de stad te ontdekken. Nou, we zijn van boord, we zijn in Venetië, dat is de eindbestemming van de cruise. Maar we blijven hier nog een nachtje en dus een hele dag. Alleen, het is echt super erg kaweer, zeg maar. Het regent en het waait heel hard, dus ik hoop van harte dat het nog opklaart. Nou, ingecheckt en... gepakt voor slecht weer, gaan we toch Venetië bekijken.
Ik hoop dat het alsnog heel mooi is. De laatste avond. Voor jou wel, ja. Buongiorno, de laatste dag is aangebroken. We gaan dus Venetië nog even ontdekken. Vanmiddag de boot naar het vliegveld en het is gelukkig beter weer. We zijn nu op de bekende en drukke Rialto-brug en hij is wel mooi, hij is groot en hij is ook druk uiteraard. Echt alles wordt hier met de boot gedaan. Er zijn natuurlijk geen wegen, geen auto's, dus we hebben dan een postboot gezien en een afvalophaalservice met boot en nou ja, alle taxis, openbaar vervoer, echt super mooi.